Hier woonde Han Peters 5 jaar geleden. En hier woont hij nu, 7 hoog in Breda-Noord. Han had een succesvol callcenter. Maar 5 jaar geleden beschuldigde telecomwaakhond Opta hem ineens van het versturen van grote hoeveelheden spamberichten. Hoewel bewijs daarvoor nooit geleverd is, ging zijn zaak kapot. Ik had hele leuke klanten. Dat ging van Frans Bauer tot de Veronica-gids. En op een of andere manier was er een lek. En de een of de ander die zegde zijn contract op. Ja, en uiteindelijk ging het gewoon failliet. Ook privé had dat dramatische gevolgen. Dat trekt een enorme wissel op je relatie natuurlijk. Met als gevolg dat dat ook fout loopt. En uw huis? Mijn huis, ja, dat moest verkocht worden natuurlijk. De boot? De boot moest ook verkocht worden. Rolls-Royce? Moest ook verkocht worden. Han zat in zo'n diep dal dat hij geen uitweg meer zag. Ik besloot als gevolg van die opeengehoopte ellende uit leven te stappen, zelfmoord te plegen. En ik begon aan een afscheidsbrief. En ik kwam daar niet aan uit, want er was nog zoveel te vertellen en zoveel uit te leggen. En met de dood op de hielen heb ik in 18 dagen mijn eerste boek geschreven. En dat heeft de titel Afscheidsboek. Ik ben op zolder. Mijn moeder is niet thuis. Ze zal me bungelend aantreffen met paars geknakt hoofd, tong eruit. En mijn ontlasting zal zijn vrije loop gevonden hebben op het rode tapijt. Het is beter zo. Niemand hoeft meer last van mij te hebben. Het is mooi geweest. Inmiddels heeft Han 4 boeken geschreven en is hij een uitgeverij begonnen. Binnenkort denkt hij daarvan te kunnen leven. Maar zijn oude luxe leventje hoeft hij niet terug. Ik heb eigenlijk mezelf weer teruggevonden. Want als je consumeert om te consumeren, dan gaat het helemaal nergens over. Weer verder niets meer nodig?